Een nieuw najaar, een nieuwe Sports Interactive titel. Voetbal Manager 2023. Ja, je kunt er de klok op gelijk zetten. Net als bijvoorbeeld een FIFA van Call of Duty. Elk jaar weer een Voetbal Manager game. En ja, al jarenlang smullen de, 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 de liefhebbers van voetbalsimulatoren uh, natuurlijk met volle teugen. Uh, wanneer er weer een nieuwe uitkomt, en, uh... zijn ze bereid om hun hele sociale leven opzij te zetten? Ja, ja ik, ik moet je eerlijk bekennen dat ik een aantal jaar geleden heb ik kunnen breken met die traditie. Ik, uh, ik, ik, ik moet zeggen, sinds ik bij GameKings werk, minder dan voorheen. Omdat het, ja, je moet zoveel verschillende games spelen. Maar dit was echt een game waarvoor ik een schriftje had. Ja, Pelletje ja, erbij, een ja. schaduw, elftalletjes opschrijven, clubstructuren, doen we het allemaal maar op. Nee, hoe heet dat? Uh, dit, uh, dit is voor de mensen die denken een groter tactische brein te hebben dan uh, Alfred Schreuder. Dat is lastig, dat is lastig. <laughs> ja, nee, maar dan, er zijn mensen die denken dat ze het beter kunnen, dus uh, daar hebben ze deze game om te laten zien dat ze dat ook kunnen. En, Alfred uh, Schreuder heeft een groot brein. Nee, absoluut zeker weten. En ik heb dit jaar ook uh, eigenlijk reden om nog uh, blijer te zijn, zeg maar. Want uh, ondanks dat uh, de PC-versie, uh, die, die we op dit moment ook gaan reviewen, natuurlijk uh, superieur is, uh, ontzettend diepgaand is. Ik denk dat er niks bij in de buurt komt, in principe wat betreft voetballerij. In ja, ieder zijn er zijn er sowieso game. andere voetbalmanagers, vraag ik me af. Ja, maar die, die zijn allemaal zo arcade vergeleken met dit. En ja, ga er maar eens tegenaan staan. Niemand kan, uh, kan deze voorsprong uh, ooit nog inhalen. Maar. Maar er is dit jaar eindelijk gelukkig ook weer een FM23 Touch versie voor de iPad en de iPad Pro en um, dat is voor mij toch de versie die ik verreweg het meest ga spelen. Het is iets min minder diepgaand dan uh, deze versie, uh, maar vorig jaar was die afwezig. Dit jaar is die weer terug en dat is denk ik wel de versie die ik het meest ga spelen. Ja, ja, ja. Voor mij is het altijd gewoon een PC game geweest en die zal ik altijd op de PC blijven spelen. Uh, komt ook wel naar de consoles en uh, later ook. Uh, in een later stadium, want hij is uitgesteld. Ja. Uh, komt ook nog naar de Switch. En die krijgt een meer arcade versie ook, inderdaad. Net als die, uh, die touchpad. Of die, die, die touch. Uh... Nou, ik, ik weet niet of dat hetzelfde is. Want okay. je, je, hebt, je hebt twee verschillende. Je hebt FM Mobile. Dat mm. vind ik echt helemaal niks. En je hebt FM Touch, wat een iets uitgekledere versie is ten opzichte van, uh, van deze. Oké, okay. nou, dit is in ieder geval de, de complete versie die je de, de beelden die je ziet zijn van de complete versie, hè, de PC-versie waar alle toeters en bellen aan zitten. Waar nu ook bijvoorbeeld weer uh, de licenties voor uh, de Champions League, de Europa League en de Conference League uh, aanwezig zijn. Ja. dus dat, dat geeft het dan toch ook weer wat extra cachet. Hè? Uh... Nou, zeker qua presentatie. Want kijk, licenties, uh, het is altijd wel een dingetje geweest met Football Manager en uh, vooral Engelse competitie, andere competities. Weet je, die hebben niet officiële logo's, niet echte namen en iedereen download daar gewoon zo'n pack voor en klaar is, Kees. Maar in dit geval uh, heeft dat ook invloed op de presentatie, want die Champions League en die Europa League, het zorgt gewoon voor dat je tijdens matchday en tijdens uh, lotingen en dergelijke, ja, toch iets meer ja, immersie hebt, wat betreft uh, de content. Ja. Um, de vraag is natuurlijk altijd wel weer, ik bedoel, als je elk jaar weer een nieuw deel, je gaat op een gegeven moment wel de vragen stellen van, oké, okay, um, krijgen we echt radicale verbeteringen? Um, of zijn het allemaal weer van die uh, ja, kleine, kleine verbeteringen hier en daar. Nu moet ik je wel eerlijk zeggen. Ja. dat dat allemaal in dit deel reuze meevalt. Als in de... de verbeteringen zijn echt minimaal. Voor ja, nou. Voor, ik heb het idee dat, uh, dat dat toch de laatste jaren wel iets meer uh, het ding is ook bij deze Football Manager games, Ja, en dat is. Ja, Heel eerlijk, niet eens een aanklacht tegen de game. Want ja, de game is zo ontzettend uitgebreid. Ik zou zelf niet eens weten wat je nog erbij uh, zou moeten zetten. Dus ik heb ook het een, beetje, een beetje het idee dat ze uitontwikkeld raken. En um, ja, de, eigenlijk de enige vernieuwing die er elke keer in zit, zijn nog meer detail. Nog meer uh, customization uh, qua mogelijkheden. Ja, wat het af en toe wel duizelingwekkend maakt. En heel erg niet ja. altijd even prettig. Ik bedoel, soms zit ik naar een scherm te kijken met. 1, 2, 3, 4, 5, 6 columns, weet je wel. Daar weer uh, de statistieken, daar, daar weer uh, de ranglijst van uh, dat Europese land, weet je wel. En dan weer uh, dat erbij, en dit. En oké, okay, maar soms is les gewoon more. Weet Wil je, je wel? zien hoe je als AX wel kan winnen van PSV? Zo doe je dat. Dus. Ja? Ja, ja, ja? Ja, absoluut. Dus als we, als we straks een beetje vooruit scrollen naar het uh, naar juiste moment, dan zie je dat ik gewoon uh, hier wel... Uh, de, maar hier zie je het al, van hoeveel informatie er op je afkomt. En dit is ja. gewoon een, een matchday match uh, En uh, dat is wel één ding waar natuurlijk veel vernieuwing in heeft gezeten de afgelopen jaren. Veel meer data-analyse, uh, veel, uh, ja, veel meer uitbreiding wat betreft staf en, en de mogelijkheden die, uh, die ze daar allemaal bieden. Kijk, Robbie oh, of uh, Bergwijn, sorry, die, die tikt hem me hier gelijk binnen. En, ehm... Um, dat ah, is wel ook van. Goal, hoor. Ja, 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 nee, daarom. En daar hebben ze natuurlijk grote stappen gemaakt. En uh, dit jaar... Ja, waar zit echt een grote stap in? Nou, wat skate zei qua presentatie? Ja, grote stappen zijn het dan niet. Uh, maar uh, ja, het zijn kleine evoluties, geen revoluties. En uh, je hebt nu ook een ja, wat meer een squad manager, waarbij je ook um, ja, toch op een iets overzichtelijkere manier kan gaan bouwen aan, uh, aan je team. Voor de komende jaren. De squad planner heet het. Je ziet het al links staan in het menu. En uh, daar, daar heb je, ben je al bezig met het team voor dit jaar. Het, met, het sluit een beetje aan op de squad depth. Die je natuurlijk de afgelopen jaren hebt gehad. En er zit nu iets meer uitbreiding bij. En dan um, kan je je focussen op het team van, van dit jaar. Het team vervolgt seizoen en waar het team over een paar jaar moet gaan staan. En daar kan je ook gaan werken aan schaduwlijstjes. Je kan daar uh, focus uh, areas kan je daar, uh, uh, ja, uitlichten waar uh, bijvoorbeeld jouw staf op moet gaan uitzoeken. En het zorgt gewoon alleen maar voor uh, dat je op een gegeven moment zo'n solide uh, organisatie hebt staan. Waar je echt trots op kan zijn. Want voor mij, kijk, het plezier zit hem in het bouwen. Weet je, wanneer jij... Uh, van en ik kies over het algemeen... of Ajax of Vitesse... en dan bouwen we in het geval van Vitesse... altijd aan een, aan, aan een subtopper in Nederland... en dan hopelijk langzaam een beetje doorbouwen in Europa. En bij Ajax is het... Weet terug naar de beste sessie van Europa. Heel erg veel investeren in, 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 in jeugd natuurlijk. En dat opbouwen is heel erg leuk. Maar juist het oogsten van al je harde werk na een aantal jaar. Dat, dat, daar zit voor mij toch altijd het meeste plezier in. En daar uh, ben je ook wel een beetje trots. Ja, waarbij ik nu wel steeds meer uh, het, het gevoel krijg. Dat heb ik eigenlijk al een paar jaar. Dat dat ook wel uh, in een... Tweejaarlijkse release verpakt mag worden. Zeker weten. Dit is, dit is een game die waar je zoveel tijd in kunt steken en waar het bouwen gewoon weet je, lekker in alle rust kan gebeuren. Dat kan ook gewoon. Zeker met weet je, steeds minder en minder in, impactvolle toevoegingen. Ik bedoel, je hebt het nu over de Squad Planner. Tuurlijk dat dat er niet al veel eerder in zat, weet je wel, op deze manier. Um, en, en het feit dat nu ook um, de supporters een grotere ja. stem hebben... Uh, die kunnen jou echt op een gegeven moment, als het ze niet bevalt... kunnen zij ervoor zorgen dus dat kunnen jij... Ja, weet je wel. Woke motherfuckers die gaan je gewoon cancelen. Die gaan, jou gewoon, die gaan ervoor zorgen dat je de volgende dag op straat staat. na weer een tegenvallend uh, resultaat. Dat is overigens iets wat ik juist met mijn. Uh, met NAC. Weet je wel, want ik speel altijd met NAC. Wat ik niet wilde. Ik wilde nu, nu dat er opnieuw gebouwd wordt. Uh, aan een, een nieuw fundament bij NAC. Uh, organisatorisch en bestuurlijk en dergelijke. wilde ik juist niet dat die supporters zich weer te veel gaan bemoeien. Want als je supporters te, zich te veel gaan bemoeien. Dan wordt het vaak ook een beetje uh, een, een nare situatie waarin je in je belandt. Want die laten meer dan wie dan ook hun emoties spreken. In plaats van af en toe het uh, verstand te gebruiken. Maar goed, ik bedoel. De nou, voetbal is dat emotie. Hè? Ja, dat, dat is ook zo. Maar, ja, maar, je, maar je ziet hier ook wel, het verschilt ook echt per club. Uh, hoe gevoelig het bestuur bijvoorbeeld is, ook voor de, uh, voor de input van, uh, van fans. Dus ook ja. dat verschilt in, in dat geval nog. Ja. Um, je zei het al, um, voor jou zou de tweejaarlijks release um, ja, wellicht optimaal zijn. Volgens mij, uh, ja, correct me if I'm wrong, zei ik het bij de review van vorig jaar of dit jaar daarvoor ook al: van, zou goed kunnen. van weet je, als jij deze game heel, keihard speelt. Ja, dan, dan zou ik bij mezelf ook de vraagteken zetten. Zou ik ieder jaar een nieuwe kopen? Want wat ik al zei, ik vind het oogsten vind ik eigenlijk ook een van de leukste dingen. En uh, weet je, wanneer jij uh, een club echt solide op, uh, op, ja, op het juiste pad hebt uh, laten bewandelen, dan, dan wordt het pas leuk. En dan ga je successen boeken. Ja, dat wil je niet gelijk overhoop gooien. met, met, met ieder jaar weer een nieuwe. En dus zei ik al, voor twee jaar, dat zou voor mij ook het uh, meest ideale zijn. Moet je dan misschien bij zo'n uh, ja, zo game als deze. Moet je misschien naar een live service variant gaan? Dat zou natuurlijk ook kunnen, waarbij je ja. gewoon of een maandelijks bedrag betaalt, net zoals bij een MMO, waarbij je uh, gewoon ervoor uh, gewoon altijd up-to-date data krijgt, de nieuwste, uh, de nieuwste ontwikkelingen en features natuurlijk, die eraan toe worden gevoegd. Dat zou misschien voor deze game beter zijn. Ja, want ik heb het idee dat Sports Interactive stilaan wel een beetje tegen de muur aan begint, of dat ze een, een plafond aan het bereiken zijn. En er is absoluut nog steeds ruimte voor verbetering. Ik bedoel, de, de, de game engine, Ja, uh, Match Engine. Uh, dat is wel echt iets waar heel veel mensen kritiek op hebben, inderdaad, ja. ik bedoel, het wordt allemaal wel steeds realistischer. Als je het vergelijkt met tien jaar geleden, toen zag je alleen maar stipjes nog gewoon over, het, over een veldje van bovenaf uh, heen en weer gaan, weet je wel. Nu hebben we in ieder geval ook wel gewoon spelers op het veld. Maar ja, ik heb ook zoiets van, ja, dat, dat, dat ziet er ook nog steeds knullig uit. En ook nog steeds zie ik gewoon bepaalde spelers... De bal op een hele rare manier een beetje voor zich uitspelen. Echt tien seconden lang. Dat ik denk van, mm, oké, okay, maar dit is geen real life situation. Maar dat soort dingetjes die, die halen me dan wel een beetje uit het gevoel van... oké, okay, dit is echt iets waar ik controle over heb. En een heel bazaal ding. Zoals audio, weet je wel. Voor mijn part gooi je er gewoon ongelicenseerde of, gelicenseerde of ongelicenseerde muziek... Uh, gewoon even iets eronder. Of... Ja, zo'n zo, zo game is het niet. Nou, ja, ja, maar dan de, nog... Nee. Ik nee, de, als de, ik een de, knopje indruk is... bijvoorbeeld, gewoon oké, okay, aftrap of bewesteren. Al is het even ploemp. Weet je? Nee, maar dit is een game waarbij je gewoon op de achtergrond heb je iTunes staan of zo. Of, 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 ja, maar dat is prima. Maar geef five. me in ieder geval, als ik op een knop druk of zo, even uh, audio feedback of zo, als het ware. Ja, voor mij hoeft het niet. Ik hoor alleen maar een fluitje van de scheidsrechter en publiek en that's it. Verder oh, de, wordt er niets aan audio gedaan. Zelfs dat ik zet ik ook allemaal uit. Maar ja, 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 absoluut. Ja, dit, dit, dit is voor mij gewoon, weet je, podcast zet ik op. Of uh, gewoon uh, iTunes, wat ik al zei, zet ik aan. En dan uh, dat is gewoon gaan. En juist, juist al die geluidjes word ik een beetje gek van. Vooral omdat je echt zo verschrikkelijk veel aan het klikken bent. Um, je zei het al. Um, ze beginnen een beetje tegen een glazen parfum uh, aan, uh, aan te tikken. Um, je zou het bijna een slachtoffer van hun eigen succes uh, kunnen noemen. Want dat is wel een beetje wat hier gaande is. Want absolut kvalitativ. Is there wat mij betreft weinig op aan te merken, behalve de graphics engine, dat is zeker iets ik storm er niet aan, ik kan zelfs nog met die 2D uh, shit overweg mm -hmm. vind ik helemaal niet erg, maar ik kan me voorstellen dat heel veel andere mensen daar niet echt op zitten te wachten. En nou, dat Niet alleen dat trouwens maar gewoon ook sommige minuutjes. bijvoorbeeld met, uh, als je de tactiek wil aanpassen tijdens een wedstrijd, weet je wel en je wil bijvoorbeeld uh, wat meer via de buitenkant laten gaan dat is, dat, dat is zo'n fucking uh, kolommetje en het is cropped up allemaal, het zit allemaal boven op elkaar ja. en dan denk je van god, en iets, een iets gebruiksvriendelijker UI, zeg maar, user interface hier en daar, iets uh, overzichtelijke kolommen en dat soort dingen, dat zou dan ook nog wel mogen. Ja. Dus er is absoluut wel ruimte voor verbetering wat dat betreft, hoor. Ik, ik denk um, ook daar, dat is gewoon een keuze die ze moeten maken. Want kijk, je, je, je kan natuurlijk de meest complete zijn, de meest diepgaande zijn, dat zijn ze ook allemaal, maar. Ja, op een gegeven moment wordt het zoveel. En dat zien we nu de, de, de laatste jaren dus heel erg uh, gaande. Dat, het wordt onoverzichtelijk. En er de, de, de wordt zoveel op je afgevuurd. En nou, ik zou mezelf nog wel een doorgewinterde voetbalmanager uh, speler willen noemen. Zelfs voor mij is het af en toe een beetje. Pff, dus laat staan. Als je nieuwe mensen wilt toevoegen... Dat wordt lastig, want daarvoor is die drempel vrij hoog. Er zijn wel steeds tutorials en het zijn er erg veel als je dat aanzet. Op een gegeven moment had ik ook zoiets oké, doorklikken, doorklikken, doorklikken. Je hebt zoiets van, dat check ik later wel, weet je wel. Want kijk, op het moment dat jij een seizoen begint, inderdaad wat Skate zegt... Je wordt helemaal doodgegooid met alle tutorials omdat er zoveel shit te regelen is... Alleen ja, dat krijg je allemaal achter elkaar voor je kiezen uh, binnen een maand tijd of zo in, in die game. Het is zo ontzettend veel, dat sla je niet op. Dus op een gegeven moment naar de derde tutorial skip je hem al. En dan heb je zoiets van: nou, daar ga ik me nu toch niet op focussen. Dat check ik later wel. En um, ja, ja, dat is niet heel erg uh, gebruiksvriendelijk. Nee, als we dan uh, ja, stilaan naar een conclusie gaan. Ik bedoel, ja. Ik vind het lastig. Dit blijft nog steeds die, 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 die voetbalmanager waar je zo honderden uren in kunt steken. Weet ja. je wel? Deze uh, game doet weinig fout. Alleen, ik, ik, ik begin nu wel een beetje me lichtelijk te erger aan het gebrek aan daadwerkelijke innovatie. Als je, als je elk jaar weer een nieuw deel uitbrengt. Ik weet niet, man. Maar ik zou niet weten wat ze, wat ze nog moeten, moeten toevoegen, weet je ja, wel? Ik bedoel, al die systemen worden iedere keer wel getweakt. En er komen iedere keer weer net wat meer rollen bij op het middenveld. Net wat meer tactieken bij uh, om uit te kiezen voor je strategie. Ja, op een gegeven moment is het zoveel... Maar ja, je wil ook weer niks weghalen. Ja, ik, ik, ik zou het niet weten. Voor mij is het echt vooral de grafische Engine uh, waar echt aan gewerkt moet worden. Wat het voor mij inderdaad is, en wat je net al aangaf, de, de echte verbetering, de echte verandering gaat er maar in zitten. in de manier waarop deze game naar buiten komt en speelbaar gaat zijn. Ik, ik vind nu echt dat we af moeten van de jaarlijkse releases. Ja. Um, dat ben ik mee eens en, en 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 maak er inderdaad maar een live service van voor een voor een zacht zacht prijsje de 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 diehards de de, de de grote liefhebbers die blijven dit toch wel spelen maar maak er een ander uh, subscription of of ja een betaalmodel van en en Blijf op die manier je tweaks doorvoeren. Ja, zodat en... je ook niet gewoon de hele tijd wanneer er een nieuwe uitkomt. Want weet je, de voetbalmanje spelers, ja, die hebben gewoon heel veel liefde voor deze game. Die kopen misschien ook wel ieder jaar blind. Maar ja, je hebt ook niet zin om ieder jaar helemaal opnieuw te beginnen. En ik denk dat dat een, een goede uitkomst zou zijn. Ja, en dan gaan we inderdaad. Uh, dan gaan we echt nieuwe, nieuwe uh, frisse stappen kunnen maken. Tot die tijd ja, is het steeds maar weer. Ja, 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 ik vermaak me er wel weer. Maar elk jaar weer opnieuw, weet je wel? En dat is gewoon een beetje zonde. Ja. Vraag je me dan van ja, oké, okay, maar moet ik dan dit deel weer gewoon blind kopen of zeg je dan toch van budgetbak? Nou, ik ik ga nu als een soort van proteststem. Oeh ga ja, Budgetbak. Ja, nee, ja, ik ga ja, gewoon. Nee. Vind, ik niet, vind ik niet kunnen. Nee, je kan net zo goed voor, uh, voetbalmanager 2022 da, da, spelen. Da, da, dat, da, dat ben ik met een je eens. Dat ben ik met een je eens. Maar ja, een, een game van zo'n kwaliteit, ja. waarvan wij zelf al moeilijk kunnen benoemen wat ze dan echt beter moeten doen. Ik denk dat de innovatie zit hem niet meer in de features en en nog meer dingen toevoegen. Wat mij betreft en dat zei jij nu ook al een beetje tijdens de review, de echte innovatie die kan plaatsvinden bij misschien juist het intuïtiever maken van. Alles wat erop je afkomt, ja, okay. En wellicht dan de graphics, maar ja, voor, voor, voor zo'n kwalitatief hoogstaande game kan ik alleen maar kopen zeggen. Maar ik sluit me wel aan bij skate dat als je 22 hebt, ja, het is niet het is ietsjes beter, maar het is niet heel veel beter. Ik zeg niet dat er stilstand is, maar het begint wel een stilaan een beetje daarna te neigen. En je weet wat ze zeggen over stilstand: stilstand is achteruitgang. En mede daarom zeg ik nu dan ook budgetbak als soort van vinger uh, vingertje hey want dat kan ook nog in dat kan ook in de game hey <laughs> ja, of zo oh, so de zij zo <laughs> <So>, weet je wel <laughs> uh, naar bepaalde spelers uh, maar even dit naar sports intera inter interactive ja yeah, don't be slipping don't be slipping inderdaad